Het project Rijnlandroute zoekt een naam voor de tunnelboormachine. We vragen eerst een paar scholen in de buurt om een mooie naam te verzinnen. En daarna kan iedereen stemmen. Mijn naam is Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland. En hier bij Leiden gaan we een hele lange boortunnel boren. Bijna 2,5 kilometer lang. En die boor die gaat straks wel 30 meter onder de grond. Nou, hier zien we een schaalmodel naast mij staan. Die boor is bijna 100 meter lang, 11 meter hoog. Dat is bijna 4, 5 verdiepingen van een flatgebouw. Dat is een enorme boor. En als die boor straks gaat boren, ja, dan moet die boor ook een naam krijgen. Dat is een soort traditie, dat is een gebruik. En dat moet een vrouwelijke naam zijn. En ik wil jullie vragen om mij daarbij te helpen. Ga naar www.rijnlandroute.nl en bedenk een naam voor de boormachine. En misschien staat die naam straks wel op die boormachine als die echt in de echte grootte gaat boren. Mijn naam is Paul Eiking en ik werk bij de aannemer die de boortunnel bouwt. Deze zomer gaan we beginnen met het bouwen van de boortunnel van de Rijnlandroute. We staan hier aan de kant van Vlietlanden, aan de kant van Rijksweg A4. En dan gaan we die kant op boren, onder Voorschoten door, richting de A44. En dan komt de boortunnel ter hoogte van de woonwijk Stevenshof weer boven de grond. De boormachine is een hele lange rijdende fabriek. De mensen in de boormachine werken daar dag en nacht. Er is zelfs een toilet en een kleine keuken aanwezig. En dat is handig, want dan hoeft de boormachine niet te stoppen als iemand even naar de wc moet. De mensen van de boormachine hebben tunnels geboord over de hele wereld. In Hongkong, in Qatar, in Parijs. En in Nederland is de Betuwe-route-tunnel bij Zevenaar gebouwd op deze manier. En de Sluiskiltunnel in Zeeland. Ze hebben er dus heel veel verstand van. Wij kunnen niet wachten tot beginnen met het boren van de tunnel. We hebben nu alleen nog een naam nodig voor de boormachine.